betekent dat je jezelf mag zijn. En wat betekent die 100% dan? Nou, ongeveer hetzelfde. Dat bedoelen we met 100%. Dat je jezelf 100% mag voelen. Okay. En je hoeft ook niet overal goed in te zijn. Want in sommige dingen ben je niet heel goed. Bijvoorbeeld, ik ben niet zo heel goed in korfbal en bijvoorbeeld jullie wel. Wat hebben we ook alweer in de klas gedaan met die beer? Toen moesten we verhaaltjes schrijven over 100%. Waar je goed in was en waar niet goed. En in wat je wel wou leren, maar niet goed in was. En wat nog meer? Nou, ook over dat je met het beertje, dat je altijd 100% jezelf bent. En ook een touw waar we als eerst van jong naar oud moesten. En we mochten niets van het touw af. En toen moesten we vanaf klein naar groot. En toen ook nog over alfabetische volgorde. Ik ben Finny, ik ben 8 jaar oud en goed in tonen. Ik ben Welmoed, ik ben 8 jaar oud en ik ben goed in korfbal. Ik ben Emma en ik ben 8 jaar oud en ik ben goed in verstoppertje en spionnen. Ik ben Jure, ik ben 8 jaar oud en ik ben goed in voetbal. Ik ben Jara, ik ben 10 jaar oud en ik ben goed in acro. Ik ben Gekko, ik ben 10 jaar en ik ben goed in basketbal. Ik ben Willem, ik ben 8 jaar en ik ben goed in spelling. Ik ben Jardi en ik ben 8 jaar en ik ben goed in toeteren. Ik ben Jensen, ik ben 8 jaar en ik ben goed in hardlopen. Ik ben Jacco, ik ben 9 jaar en ik ben goed in volleybal. Ik ben Timmen, ik ben 8 jaar en ik ben goed in rekenen. Ik ben Jan Jille, ik ben 9 jaar en ik ben goed in drummen. Ik ben Levi en ik ben 7 jaar oud en ik ben goed in rekenen. Hoe gaat het met Ruska? Nou, bij deze voel je je heel blij bijvoorbeeld en daar heel echt heel verdrietig. Je kunt bijvoorbeeld ook in het midden zitten weer. En dan voel je je een beetje blij en een beetje verdrietig. Zijn er ook vrienden met Ruska? Ja, bij deze ben je heel blij. Of bijvoorbeeld bij die of het kleinste, dan voel je je heel erg blij of heel erg verdrietig of boos of bang. Hebben jullie zelf ook vrienden met Ruska? Ja, want er was eens een haan van mij en Riffertje en mijn papa. En was ik mee naar de dierenkeuring naar het Lutger. Had ik de tweede prijs gewonnen. Maar volgende dag was ik geruild met een andere haan. En dat was, toen zat nog ongeveer hier, want dat vond ik niet leuk. Die haan was toen geruild.